Goedemorgen op deze hele mooie morgen. En ik ga jou vandaag weer eens even heel goed inspireren. Ik zelf heb net mijn questions and answers gehad met mijn online groep die ik op dit moment begeleid in Forever Happy and Successful. En wat mij opvalt is dat heel veel mensen niet goed weten wat hun why is. Waarom doe je wat je doet? En waarom heb je die power om zeg maar even dat aan een ander mee te geven? Ik heb het altijd over your gift of the world. En dit is de energie, jouw gift of the world. Waarom je doet wat je doet. Nou, in zeg maar even de les die ik ook geef ik van zoek je why. Kijk zelf eens ook naar het filmpje van Simon Sinek, waarbij hij uitlegt wat de why betekent. Maar dat is een hele theoretische why. Hij heeft het namelijk over Apple en dat zij een why hebben en dat ze dat uitstralen. Die why die kwam natuurlijk van Steve Jobs af. Steve Jobs was namelijk gefocust. Hij had een power, had een energie. Hij wilde bepaalde mooie dingen creëren die de wereld anders maakten. Hij wilde namelijk het beste, het mooiste, het allergaafste design hebben. En zo is zijn why, zijn hier, zijn why, het merk geworden in, hè, of is in Apple doorgedruppeld in alle lagen. En dat maakt Apple zo'n waanzinnig sterk merk. Maar als je het filmpje ziet van The Why van Simon Sinek, dan blijft het heel erg theorie. En ik wil daar een extra laag aan voor jou aan meegeven. Als wij dingen namelijk doen, hè, doen we dat heel erg hier met de neocortex. Wij denken over dingen na en we zeggen altijd, daar moet ik over nadenken. Maar je hoeft over zaken helemaal niet na te denken. Zo simpel is het eigenlijk. Als je namelijk je why volgt, als je ook even hier volgt wat je waarden zijn, wat je power is, wat je energie is, dan hoef je over niets na te denken. Ik maak namelijk zakelijke beslissingen binnen een handknip. Als ik een ton moet investeren, doe ik dat binnen een handknip. Als ik een 500.000 moet investeren, doe ik dat binnen een handknip. Waarom? Ik weet waarom ik het voor doe. Mijn why, dat is mijn uitermate, mijn drijfveer, dat is mijn power. En ik weet wat mijn waarden zijn. Ik weet wat mijn kernkwaliteiten zijn. Ik weet wat mijn strategie is. En ik weet wat mijn doel is. Wat ik over een aantal jaren, maanden, soms een week, dat ligt eraan wat het doel is, wil bereiken. Als ik dat dus weet, hoef ik niet te twijfelen. Je kan een beslissing maken binnen een handknip. Ja? Dus, maar ik vraag wel of het past bij mijn why. Als ik dit doe, dan maakt het niet uit wat het antwoord is. Ja? Wat ik dus wil, is als jij naar je why gaat kijken en je voelt wat je voelt en waar je het voor doet. Luister goed. Dat je echt voelt waar je het voor doet. Dan zit je op de juiste weg. En heel veel mensen zeggen dus, volg je hart. Dat zeggen ze niet voor niks. Hè? Het moeilijkste stukje in het leven om te leren is het stukje tussen het hoofd naar het hart. En 99% van alle mensen hier op deze aardbol volgt alleen maar hun neocortex. Maar lieve mensen, we maken niet beslissingen met ons neocortex, met ons hoofd. We maken die met ons limbische hersensysteem. En in het limbische hersensysteem, daar zit alles van gevoel. Kijk maar eens even naar jezelf als je een auto koopt. Wij vrouwen vinden natuurlijk heel vaak alleen het design mooi. Of de kleur mooi, of een bepaald iets mooi. Zal ons 99% van onze keren, zal het ons een worst wezen of de goede motor erin ligt of wat dan ook. Of dat de juiste bougie erin zit of whatever. Een man zal veel meer kijken, zit het juiste schroefje daar, het juiste dingetje daar. We hebben allebei een ander belang. En die verkoper, die autoverkoper, weet dat. Ja, die is daarop getraind.
dat die vrouw voor de kleur, voor de vorm en voor het design gaat, dat ze daardoor getriggerd is en dat die man veel meer op het technische gedeelte staat, ingaat. Ja? Dus daar gaan zij dus heel erg op je limbische systeem. Als ik een auto koop, wil ik eerst de kleur bepalen en daarna zie ik wel wat. Ja, dus, en ik bepaal die kleur met mijn gevoel, want ik heb daar een gevoel bij. Dus voor jou ook, als jij in je bedrijf zit en je wil dus een bepaalde beslissing maken, je wil wat doen, je wil anders zijn, je wil vooruitkomen, je wil groeien, of je wil iemand aannemen, of je moet een investering doen, of whatever, dan is het belangrijk dat je weet waarvoor je het doet en waar je echt je oerdrift is. Mijn oerdrift is gewoon keihard dat ik nooit meer wilde wat ik vroeger wilde. Hè. Voor mij is het echt een hele overleving. En voor mij is het energie, power, energie. Ik ga ervoor. En voor mij is het echt. Why kan soms best egoïstisch zijn. Voor mij is die gewoon fucking egoïstisch. Want ik wil overleven. Dit is mijn oerkracht. Ja, ik weet waar die ook vandaan komt. Wanneer ik zeg maar eventjes. Waar die vandaan komt. Wanneer ik hem gevoeld heb. En wanneer ik die power ook heb ontdekt en wanneer ik hem heb ingezet. En dat is waarom ik zo mega krachtig ben in mijn ondernemen. Dat is wat ik jou ook mee wil geven. Ga zorgen dat je weet waarom je het doet en dat je het gevoel hebt dat dat gevoel ook daadwerkelijk. Dat je dat gaat uitdragen, dat je dat mee gaat nemen in je bedrijf. Want als je daarop gaat beslissingen gaat nemen, dan zeg maar even, ga je ook echt daarvoor staan. En dan ga je ook echt daarmee aan de slag. En dat is wat mensen van je merken en wat klanten van je merken. En dat is waarom je trilling hoger komt en waardoor je natuurlijk ook in een andere aantrekkingsniveau komt. Want alles wat jij uitstraalt, dat trek je aan. He, daar is die law of attraction, wat je trilling is, trek je aan. Dus ga bij jezelf na wat je aantrekking is en waarom je doet wat je doet, wat je why is. En dat wil ik je echt meegeven. Ik heb het vandaag mijn studenten geprobeerd ook uit te leggen in mijn questions and answers in de Facebook Live die we net hebben gehad. En ik denk dat dit een hele mooie tip is voor jou vandaag om ook te kijken wat jouw why is. En ik gun het je met alle liefde om je why te ontdekken. Ik wens je een waanzinnig mooi weekend en geniet ervan. Dus doe je ding, ga op zoek naar waar je hart van gaat kloppen. En zorg ervoor dat jij in die hogere trilling komt, dat jij gaat aantrekken wat je echt wil en waarvoor jij het ook echt doet. Mooi weekend.